staat weer een snoepje achter mij. Ja, heel gaaf om te zien, hè? Ik vind het wel echt lekkere uitstraling. Bizarre auto. Het is echt jaren 80. Midden jaren 80 dan weliswaar. Maar die vibe zit er helemaal in. Straks in het interieur ook een equalizer waarmee je zeg maar gewoon lekker met knopjes de muziek anders kon instellen. Zo. Dat heeft gewoon wel echt iets. Officiële naam. Alpine GTA, Renault Alpine GTA. Het is de eerste Alpine die onder de leiding van Renault is gebouwd. Dus hebben we ook echt wel het productieproces aangepakt. Voorheen was de polyester fiberglas carrosserie werd uit één deel gemaakt. Hè, bij de voorganger van deze GTA, dus de A310. Dat zijn ze nu met allemaal verschillende delen gaan doen. En het voordeel was dat het veel sneller was qua productie. Dus in nog maar 77 uur, iets van de helft van de tijd maar, was er dan nodig om die auto te bouwen. Wat uiteindelijk natuurlijk belangrijk is voor de winstgevendheid. Ja, en als je ernaar kijkt, dan valt het je misschien pas later op. Maar die motor die zit achterin, achter de achteras. En er zit dus ook gewoon een achterbankje. Een beetje zoals de Porsche 911. Wat natuurlijk ook echt een concurrent was in die jaren. Stroomlijn was heel erg belangrijk. En dan zijn er een aantal grappige details. Eentje die ik nu niet kan laten zien, omdat jullie hem ook niet zien. Is namelijk de benzinevulopening. Die is van buiten nergens te zien. Die zit namelijk onder de kofferklep voor. Want ja, dat was dan toch iets wat turbulentie veroorzaakte. Nou, dat wilde Alpine destijds niet. Dus die werd netjes weggewerkt. De wielen, dit zijn de speciale turbinewielen. Die zorgen dat er lucht naar de remmen gaat, hè, voor de koeling. Maar tegelijkertijd dat de turbulentie in die wielkasten, wat je toch altijd hebt, dat die werd verminderd. Geinige details. Als je hem als V6 naturel had, was de CW-waarde ook echt belachelijk laag voor die tijd. 0,28. De turbo heeft allemaal net eventjes iets bredere banden en wat andere aanpassingen, waardoor de CW-waarde iets hoger is. 0,3. Maar nog steeds netjes. Heel netjes. Ander leuk feitje voor ons als Nederlanders. Wanneer was de showdebuut? In 1985 op de Amsterdam Autorij. Hoe laag die neus is. Hè? En het voelt ook gestroomlijnd. En wat grappig is, de designer Robert Opron, die er al een Citroën zo heeft ontworpen, dat weet je natuurlijk ook allemaal. En die had een beetje een trademark, dit randje wat hier zit. Nou, dat zit hier dus ook. En heel gaaf, beetje corny jaren 80, maar uiteindelijk dan toch wel weer leuk. Hè? V6 Turbo, zeg maar, op het derde zijruitje, vierde zijruitje als je goed telt, geplakt aan de binnenkant volgens mij. Of aan de buitenkant? Nee, aan de binnenkant. Het wordt wel een beetje warm hieronder, want die motor zit hier natuurlijk. GTA staat overigens voor Gran Turismo Alpine. Weet jullie dat ook weer? Geeft ook wel een beetje het karakter van de auto weer. Dus geen hardcore circuit monster. Historie van Alpine. Ook vooral rallies. Zo'n auto moet ook wel gewoon een beetje tot zijn recht komen op een slechte weg. Het is niet te laag dat je bij iedere hobbel vol in de ankers moet. Nou ja, en binnenin, het is echt een feest der jaren 80. Dit is echt heel ouderwets. Maar dat wordt natuurlijk gewoon weer leuk. Of is eigenlijk alweer leuk. De equalizer die ik hier zo heb. Knopjes hier, maar ook metertjes hier voor de temperatuur en de oliedruk. En de analoge turbometer. Ja, van alles wat gewoon echt heel erg gaaf is. Blijft ook een bijzondere auto in de oplagen die er gebouwd zijn. Meer dan 6.500 stuks. Maar ja, dat betekent dat het nog steeds niet een heel veel geziene auto is. Merendeel van die gebouwde Alpines GTA waren overigens met de V6 Turbo. Dus eigenlijk is die minder gewilde atmosferische V6 is zeldzamer. Maar ik zou toch voor de Turbo gaan. Brokje techniek achterin. Echt achter, ja, op de achteras. Maar hij hangt er wel echt erachter. Hè? En daardoor kreeg je die ruimte in het interieur. Er waren drie verschillende smaken voor deze Alpine GTA. De V6 Naturel, maar die hebben we nu niet. De V6 Turbo. En die was er ook weer in twee soorten. Met en zonder katalysator. Eigenlijk wil je die versie zonder kat. Maar ja,
Het milieu had ook wat, want dan had je 200 pk. Die met katalysator 185 pk. 285 Newtonmeter koppel. Het is het bekende PRV V6 blok. En denk je, PRV, wat staat voor? Nou ja, een beetje een rare combinatie misschien van Peugeot, Renault en Volvo. Die gezamenlijk deze V6 ontwikkelden voor hun grotere modellen. En deze V6 Turbo, dat is zo'n motorblok wat bijvoorbeeld ook in de Renault 25 zat. De V6 Turbo stond dan ook op de zijkant. Dus wat dat betreft wel een gaaf blok. Prestatie is best wel erg goed. Dat is ook gestroomlijnd. Dat betekent dat de topsnelheid van de 200 pk versie was 250. En de sprint naar de 100 iets van 7 seconden. Moet je wel zelf allemaal regelen, want het is natuurlijk een handbak. De bouwwijze zorgt er overigens voor dat het een relatief lichte auto is, 1251 kilogram, de turbo is wat zwaarder dan die andere versie. Motor is ook achterin, dus je hebt relatief weinig gewicht op de vooras. Dat is maar goed ook, zou ik bijna zeggen, want stuurbekrachtiging, ja, daar deden ze dan even niet aan. Zolang je blijft rollen is dat echt helemaal prima, zo dit soort bochten, echt geen enkel probleem. Maar als je even stilstand moet manoeuvreren, dan heb je wel een beetje spierbal nodig. En ook een leuk feitje over de productie. Het gebruikt voor het eerst een robot met waterstralen om de polyesterdelen uit te snijden. Druk van 3500 bar. Dus dat is 1 bar, zeg maar normale luchtdruk. Hè? Om even voor een gevoel. Met 0,15 mm werden dan die sneden. En dat gebeurde met 3 keer de snelheid van het geluid. Dus dat is wel zeker 1986. Maar een soort NASA ruimtevaarttechnologie en dat zit allemaal in deze Renault Alpine GTA. Het zijn verschillende namen geweest voor deze auto, ook in Verenigde Koninkrijk waar ze de naam Alpine weer niet mochten gebruiken. Maar ja, Renault Alpine V6 GT, Alpine GTA, het is maar net wat je de liefhebber die daarop triggert die dan weet waar het over gaat. Ja, dan denk ik, wat is dat piepje, hè? Dat is de richtingaanwijzer. Kijk, zet ik hem uit. Fransen, die verzinnen af en toe even nieuwe dingen. Dat was destijds waarschijnlijk heel modern. Wil je nou meer weten over deze Alpine GTA? Ga dan even naar thecollectibles.nl.